Goedenavond. Hartelijk welkom hier in de Kromme Rijn in Utrecht, waar we straks gaan kijken naar de wedstrijd van UZSC. Maar naast me staat Ilse Koolhaas, speelster van Fouriac Meni. Dag Ilse, leuk dat je hier bent en dat we je ook eens in een Grieks team kan zien. Je bent dit seizoen daar voor het eerst begonnen. Ja, klopt. Ik ben in oktober naar Griekenland vertrokken en ik speel dit seizoen voor Fouriac Meni. En het is eigenlijk best wel heel bijzonder om dan juist de Europa Cup in Nederland te mogen doen. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja. Is het een grote verandering voor je geweest naar zo'n grote club? Ja, het is natuurlijk compleet anders, want in Nederlandse clubs train je 3 avondjes met elkaar. En wij trainen elke dag 2 keer in het water met elkaar en nog krachttrainingen erbij. Dus het is gewoon een heel fulltime programma, wat in Nederland met de clubs gewoon niet mogelijk is. Ja, en wordt er heel anders getraind dan in Nederland? Ja, je hebt meer tijd. Dus je hebt ook meer tijd om fysiek, technisch en tactisch alles aan te pakken. Dus ja, het is ook anders. Ja, en hoe is je Grieks? Het begint te komen. Het is toch echt wel lastig. Ja, ja. En heb je zelf ook erg moeten wennen aan dat andere trainingsritme? Ja, met Jong Oranje hebben we in de zomer natuurlijk een vergelijkbaar programma. Dus in dat opzicht was ik er wel bekend mee. Maar het is natuurlijk wat anders als dat je het voor een zomer doet. Ja. Of dat je het een heel jaar door gaat doen. Ja. En is het een leuk team? Heb je aansluiting daar met meiden? Ja. Nou, we zijn natuurlijk best jong en er zit een hele grote groep rond mijn leeftijd. Dus dat is echt, wel echt gewoon heel erg leuk. En het is gewoon heel gezellig met elkaar ook. Ja, dus het bevalt je goed? Ja, zeker. Oké, mooi. Net heb je gespeeld tegen Bayern Oeyerdingen. Yes. Dik gewonnen hebben jullie. Heb je zelf lekker gespeeld? Ja, het is even inkomen. Want door World League afgelopen week waren we eigenlijk anderhalve week niet compleet. We hebben net een nieuwe Amerikaanse erbij, dus dus even vinden, even zoeken naar elkaar om elkaar weer goed te vinden. Zag je gisteren ook tegen Rettingo. Het gaat al beter als gisteren, maar morgen moeten we er gewoon staan met 2 keer. Met 2 zware wedstrijden. En ja, daar hadden we deze 2 wedstrijden nog wel even voor nodig. Ja, en heb je al een beetje een basisplek veroverd in het team? Ja, zeker. Ja? Ja. En wat is je positie? Ja, we wisselen veel door, want we hebben veel verdedigers. Dus we wisselen gewoon prima door, zodat je de aanvallers lekker moet kunnen maken. Ja. Dat is alleen maar makkelijk. Je hebt mooie stappen gemaakt de afgelopen jaren. Europees kampioen geworden. Ja. Mee aan de A-selectie. In de World League gespeeld, vorige week in Griekenland. En wat zijn er nog meer mooie reisjes die je gaat maken en mooie wedstrijden die je gaat spelen, waar je op kan verheugen? Nou ja, we hopen natuurlijk, we hebben nu 2 wedstrijden gewonnen. Dus we zitten zeer waarschijnlijk gewoon bij de top 3. En dat betekent wel dat we nog naar de volgende ronde van de Europa Cup kunnen doorgaan. Ja, oké. Nou, ik wens je heel veel succes en leuk dat ik je even kon spreken.